Welkom bij Zomervisite. Vandaag gaan we praten met Peter Schipper, conservator bij het Flipje en Streekmuseum in Tiel. Maar daarnaast natuurlijk ook een bekend gezicht op onze eigen zender. Peter, welkom. Dankjewel. Ja, en nu gaan we eens het mens achter dat straatbeeld en al die programma's die jij doet een beetje ontdekken. Jij komt niet uit Tiel. Nee, ik kom uit Utrecht. Ik ben een echte baliekluiver, zoals dat heette. Een baliekluiver. Ja, Utrecht heeft heel veel grachten en werven. En om die grachten dan loopt een hek. En dat bovenkant van dat hek, die ronde stang, dat noemen ze een balie, zou je kunnen zeggen. En mannetjes hingen er altijd overheen. Dus die stonden de hele dag daar zo op die balie te kluiven, als het ware, weet je wel. Dat is vandaar de naam baliekluiver voor een echte Utrechter. Ja. En jij bent een echte Utrechter? Ik ben een echte Utrechter, geboren en getogen in het hartje van de oude stad. En ik denk dat dat heel veel van mijn liefde gevoed heeft voor oude zaken, voor oude dingen. Panden, oudheid. Oude panden, alles. Maar vooral ook de werven, de stegen, het straatleven wat er toen volop was. Ja, was je als kind al daar aan het rondzwerven en aan het kijken? Ja, ik zwierf graag in stegen, ik zwierf graag op de werven. Ik slokte het straatleven helemaal in me op. Vergenteloos kwam nog langs met paarden, moet je nagaan. Was ik maar echt een jochie. En jij hebt onlangs je 65ste verjaardag gevierd. Ja, dus ik ben eigenlijk geen conservator meer, nu niet, van het Flipje en Streekmuseum. Natuurlijk wel 38 jaar lang geweest, ja, maar in feite nu niet meer. Niet actief. Nee, maar goed. Utrecht, daar liggen je roots, daar ben je ook naar school gegaan. Ja, daar heb ik het gymnasium gedaan, Alpha, het christelijk gymnasium. En daarna ben ik kunstgeschiedenis gaan studeren aan de Universiteit van Utrecht. En hoe werd dat thuis ontvangen? Dat is natuurlijk een hele andere periode, andere tijd dan nu. Ja. Eerst zou ik rechten gaan studeren. Ja, dat past maar, natuurlijk iets meer bij. Ja, dat past de lijn iets der meer verwachting. Bij, dat leek mij aanvankelijk heel saai. En toen dacht ik toch van, nee, ik zie mezelf niet advocaat worden of zo. Of een of andere, op herhaling gericht, droog baantje zitten. En kunstgeschiedenis leek mij veel aardiger. En niet zozeer schilderijen of beelden of wat dan ook. Maar vooral kunstnijverheid. Dat zijn voorwerpen die dichtst bij mensen staan. Mensen interesseren mij. En de voorwerpen waarmee ze zich omringd hebben, interesseren mij ook mateloos. Dus gewoon stoelen en aardewerk en glaswerk en lampen en noem maar op. Echt gebruiksvoorwerpen? Gebruiksvoorwerpen, ja. En dat zit er dus al van jongs af aan in? Dat zit er eigenlijk al van jongs af aan in, ja. En dan is het toch wel eigenlijk heel mooi dat je daar dan ook gewoon je leven aan hebt kunnen wijden. Aan de studie en daarna ook echt... Ja, ik ben begonnen... Dan kom je dus in Tiel terecht. Ja, ik ben ooit begonnen bij het Goud, Zilver en Klokkenmuseum in Utrecht. Dat was je eerste echte baan? Dat was mijn eerste echte baan. Toen had ik net mijn kandidaats. En toen hing er bij ons op het instituut, het Kunsthistorisch Instituut, een briefje. Goud, Zilver en Klokkenmuseum zoekt een conservator. Nou, niemand wilde dat. En ik wilde dat wel. Ja, want dat klinkt natuurlijk best wel als een soort van droog baantje. Ja, maar dat was het niet. Het was een hele mooie collectie. En het was wel een enorm regentenbestuur. En die zeiden me aan het eind van het gesprek van, u hoort nog van ons. En 10 dagen later had ik nog niks gehoord. Dus ik bel een bepaalde meneer op die direct onder de minister zat. We waren allemaal echte regenten. En ik krijg hem aan de lijn en hij heet de Konings. Ik zeg, meneer Konings, weet u nog wie ik ben? Ja, zeker, ik weet nog wie u bent. Ik zeg, meneer Konings, ik wou maandag graag beginnen. Ja. En zo ben ik gewoon begonnen. Hij zegt, goed, begint u maar. Zo ben ik begonnen. Wat wist ik van klokken? Wat wist ik van zilver? Nou, eigenlijk geen klap. Maar ik had al lang gezien dat ze een mooie bibliotheek hadden. En na 5 sloot ik me op in die bibliotheek en ik las alles wat ik maar kon vinden. En zo werd ik vanzelf een soort deskundige. Toen was je een twintiger? Toen was ik begin 20, ja. Ja, 3, 24. En dan kom je toch in Tiel terecht? Ja, uiteindelijk kom ik in Tiel terecht. Het museum moest verhuizen, dat Goud, Zilver en Klokkenmuseum, naar Schoonhoven toe. Ik wilde wel mee. Was inmiddels getrouwd, hadden kinderen, we konden daar geen huis krijgen. En toen stond er een advertentie in de krant dat men een streekconservator ging aanstellen. Nou, dat was iets nieuws in Nederland. Voor 3 musea, Tiel, Culemborg en Zaltbommel. Samen 1 conservator. En daar heb ik een briefje naartoe geschreven. En ik werd uitgenodigd voor een gesprek. En ik weet nog goed, er zat de oude Donkersloot ook in. En die stelde me toen de vraag, ik was 26... van, Schipper, als je het hier dan wordt, wil je dat dan tot je pensioen blijven? Jongen, dat duurt nog bijna 40 jaar. Ja. Het leek me niet verkeerd om te zeggen dat ik dat wel wil. Dus ik zei maar ja. Nou, ik heb het gekregen. Ja. En het is nog uitgekomen ook. Ik ben er inderdaad op mijn pensioen, ben ik er gebleven. Ja, met plezier. Ja, en die passie is al die jaren dus gebleven. Die passie om dingen uit te zoeken, uit te pluizen, te ontdekken.
Ja, ik heb een mateloze interesse voor in geschiedenis. Kijk, als mens staan wij hier in het heden. Mm. Voor ons ligt de toekomst. En politici die praten eigenlijk maar eendimensionaal, die praten uit het heden, zien alleen maar een toekomst. Als ze dat al kunnen. Want sommigen hebben echt een gebrek om verre vergezichten te schetsen. Maar er is ook een verleden. En als je dat weet te verbinden in een soort doorgaande lijn van het verleden naar het heden, dan heb je het volgens mij begrepen. Heb je het ook als stad begrepen. En ik denk dat dat het belangrijkste uitdaging voor Tiel wordt, om die doorgaande lijn uit het verleden, om die te hervinden. Het schuilt niet alleen in oude panden, het schuilt ook in de haven, het schuilt ook in omgaan met zo'n hele stad. Zou de politiek wellicht iets voor jou zijn? Nou, zoals sommige mensen wel weten, ben ik betrokken bij de politiek, met Sociaal Tiel. Ik kon destijds niet in de raad gaan of in commissies gaan, omdat ik gemeenteambtenaar was. Nu zou dat wel kunnen, maar ik denk niet dat het iets voor mij toch is. Ja, wellicht dan in een soort van adviserende rol. Jawel, Je kan natuurlijk heel goed beschouwen. Dat zit er nu ook al in, hoor. Ik woon fractievergaderingen bij enzovoort en praat gewoon mee. Maar ik zit dus niet in de politieke arena om daar mijn woordje te doen. Dat moeten anderen maar doen. Ik denk dat ik daar misschien ook te ongeduldig voor ben. Ik ben iemand die graag praktisch bezig is, die graag toch wel enig resultaat op kortere termijn ook ziet. Ja, gewoon snel schakelen, wellicht. Nou ja. Maar wel met grondig uitzoekwerk vooraf. Ja, ik vind archiefwerk vind ik bijvoorbeeld. Sommige mensen zeggen van, nou, saai, wat moet je nu in die archieven? Nou, die archieven die kunnen best heel spannend zijn. Die kunnen je allerlei mooie verhalen aanreiken. En ik vind het ook een uitdaging om die verhalen uit de stad te peuteren. He, je moet het zien als als overal liggen van die mooie prinsessen. In de vorm van oude panden, in de vorm van mooie begroeiing of weet ik veel waar verhalen in zitten. Kastelen met verhalen. En zeg maar dat ik een soort prins ben, die komt dan langs en die kust dan die verhalen en die prinses als het ware wakker. Dat wil ik graag overbrengen. Daar zit ook mijn passie wel in. Ja, ja, ik ben nu aan het visualiseren. Het geeft hele mooie plaatjes. Want voor StadsTV doe je natuurlijk, of op Regio TV tegenwoordig, doe je ook heel veel uitzoekwerk. En dan ga je ook inderdaad panden bezoeken en steentjes ontdekken en steegjes. En dat breng je met heel veel passie en heel veel verven. Die stegen vond ik heel erg leuk om te doen. Omdat ze als het ware de haarvaten zijn van zo'n lokale stad. Hè? Je hebt de grote brede straten waar de meeste mensen lopen. Die stegen. Die iedereen kent. Ja, die hebben toch een hele aparte sfeer. Ik heb dat in me vanuit Utrecht. Waar kroegen zaten in cafés. Waar bepaalde vrouwen te vinden waren. Hè, die spannend waren. Laten we het zo netjes uitdrukken. Ja, dat was in Utrecht mooi. Ja, dat was toch wel spannend. En daarom is het zo jammer dat die stegen nou net in Tiel worden afgesloten. Ja. Er zijn er een stuk of drie bij mijn weten zijn er afgesloten. Daar is Tiel volstrekt uniek in. Want in Culemborg halen ze niet in hun hoofd om stegen af te sluiten. In Zaltbommel, waar ik ook gewerkt heb, halen ze niet in hun hoofd om stegen af te sluiten. Maar in Tiel sluiten ze stegen af. Omdat ze dan ja, al dan niet terecht of vermeend overlast hebben van jongeren enzovoort. Enzovoort. Ja. Ja. Ja, jammer hè? Ik vind het jammer. Ja. Ja, ik vind het jammer. Ja. Ja. En na zo'n werkdag, je hebt natuurlijk jaren op dat streekmuseum of Flipje en Streekmuseum gewerkt. Na zo'n werkdag, dan kom jij thuis en dan? Nou, zo werken kom ik thuis en dan is er van alles nog te doen. Thuis, ik kook ook graag bijvoorbeeld, dus ik kook wel eens een keertje zo als ik tijd heb. Verder hou ik heel veel lezingen, ja. Uiteraard over Flipje en Jam, maar ook over antieke klokken. Ik hou lezingen over winterfeesten, waar komen de grote feesten vandaan, zoals Sinterklaas en Kerstmis en Oud en Nieuw. Wat zijn de gebruiken daarbij, met name ook in de streek. Wat nu echt een topper is, dat is de jaren 60. Dat is pure nostalgie. Er is, daar kom je even kijk, een mens heeft vele emoties, maar een hele sterke emotie is nostalgie. Nostalgie is een hele sterke. Ja, maar vooral ook als het in je puberteit heeft plaatsgevonden, hè? Dan ligt het echt gewoon vast in jou. Ja, dat ligt in je. Wat je in je jeugd opdoet, dat beklijft het meeste. Als je vraagt mij, wat heb je nou gedaan allemaal in de jaren 90? Moet ik zwaar gaan denken. Als je zegt, wat heb je gedaan in de jaren 60? De muziek uit de jaren 60, ja. Zit nog in je. He, dat bleef je nog. Creedence Clearwater Revival, de Beatles, de Stones, de Kinks. Lokale groepjes, reggae's uit Utrecht. Nou, noem maar op. En dat is nog steeds groot. Dat blijft.
Ja, muziek heb ik eigenlijk herontdekt. Ook dankzij een van de vorige gasten bij jullie, Jan Woldberg. Rocking Old School. Rocking Old School. Ja. Ik heb tot mijn 20ste ook in bandjes gespeeld. En ja, dan trouw je en dan verwatert dat. Dus ik had die gitaar helemaal weggezet, helemaal uit het oog verloren. En pas toen ik gepensioneerd was, eigenlijk of iets tevoor, 64, het weer opgepakt. Ja. En met heel veel plezier. Ja. Het is niet alleen een leuk muzikaal gebeuren, maar voor mij ook een sociaal iets. Ja, muziek verbindt, hè? Muziek verbindt, je ontmoet nieuwe mensen. En ik hou erg van mensen. Ik hou erg van om met mensen te praten. Ik hou van die sociale interactie. Ik hou ervan om met mensen te discussiëren. En dat voer ik dan terug naar de stad. In de jaren 80 hadden we zo'n soort tafel van Tiel. Een soort discussiepanel. Waar allerlei onderwerpen, betrekking tot de stad, op tafel kwamen. Bijvoorbeeld, hoe gaan we de stad vormgeven? Maar ook, hoe zit het met de veiligheid in de stad? En het zou mooi zijn als we dat weer zouden terugbrengen. Als we het prerogatief van de politieke partijen, het alleenrecht bijna om te bespreken wat er in de stad gebeurt, dat we dat teruggeven aan de burger. Dat we die burger ook actief daarbij betrekken. Ja, maar betrekken. Die tafel van Tiel, want dat is, ja, ik was te jong, ik ken het niet. Daar zaten dus niet de politieke mensen in? Nee, er zaten zijdelings misschien een paar. Die werden wel eens uitgenodigd. Zoals Ria Bekkers is zelfs nog geweest. Karel Bekkers was daar. Maar er waren ook gewoon... Ik zelf was daar ook. En er waren allerlei Tielenaren waren daar. Het publiek kon ook meepraten. Je kon met elkaar van gedachten wisselen. Ja, ik vind het eigenlijk wel heel erg een mooi plan. Ja, best een mooi plan, ja. Ja. En zeker over majeure beslissingen. Sociaal Tiel heeft ook referendum in haar programma staan. Hè? Dan moet je niet te kust en te keur doen, niet altijd. En niet voor ieder wissewasje. Niet voor ieder wissewasje. Maar je moet het doen bij echt majeure beslissingen. Neem bijvoorbeeld de Gouden Tempel die men nu maakt voor slordige 42 miljoen. Ja, daar hebben wij vraagtekens bij gezet. Is dat nou echt nodig? Hè? Had je met een andere visie ook iets anders met die 42 miljoen kunnen doen? Had je bijvoorbeeld zo'n muziekschool, ik zeg maar even wat, had je ook in het oude postkantoor kunnen huisvesten. Met de rechtbank als een prachtige concertzaal. De bibliotheek in deze digitale tijd. Dat zou gaaf zijn. Ja, maar het is een gepasseerd station, dus ik kan wel mooie ideeën nadragen, maar dat heeft geen enkele zin meer. Maar dat zijn dan van die onderwerpen die dan daar... Vind ik dat dat besproken moet worden. Heeft dat echt zin? Ja. En ik loop ook warm voor kleine zaken, hoor. Neem bijvoorbeeld de patattent van Dikke Piet. Die stond aan de veemarkt met Singel. Ja. Ja, is één keer weggehaald. Ja. He, dat zijn bam. Weg. Dat zijn bekende figuren in zo'n stad. Dat zijn de fluisteringen van zo'n stad die daar te horen waren in zo'n tent. Nou staat er nog zo'n eethuisje. Dat is een oud VVV-gebouwtje geweest uit 1952. Ja, dat zou ik graag willen behouden. Maar zo'n gemeente wil dat niet. Zo'n gemeente wil een botoxstad, een botoxgezicht. Helemaal glad getrokken, netjes glad geschoren. Terwijl ik wil een doorleefde rimpelkop met plooien erin. Ik wil overal beleving zien. Ja? Ja, dat verleden erin betrekken. En niet alleen maar strak en glad. Dat kan ook een modern teentje zijn met iets. Dat kan een lumpiaboer zijn. Zulke soort mensen die brengen zuur erin. Daar staan mensen omheen, daar kun je met elkaar kletsen. Dat is voor mij de stad. Dat was ook altijd in Utrecht zo. Er waren ook ijskommannen die rondtrokken. Er waren straatmuzikanten nog, de veermannen heette die, die door zo'n stad heen kwamen, die huis aan huis aanbelden. Yeah. Dat waren ook mensen die, wat ze nou noemen, minder geestelijk vermogen hadden, die gewoon losliepen uit de Willem Arendshoeve. En die kwamen dan langs van, ik herinner me nog, we woonden op de Nieuwe Gracht. Mijn moeder was dan de straat aan het schrobben en er riep er eentje, spuitje hier, spuitje daar, spuitje overal, weet je wel. En moeder, de beer is los, hoort hem eens brullen. Ja, dat maakt diepe indruk op je. Ja, dat geloof Dat hoort ik. Bij zo'n stad. Die mensen moet je niet wegsluiten. Je, die moet je gewoon laten lopen. Moeders schrobben de stoepen niet meer. En dit soort mensen ook zitten tegenwoordig achter gesloten deuren. Nee, maar dan leeft dat. Hè? Ja. En sommige delen van zo'n stad die liggen te wachten totdat er wat gebeurt. Maar het vervelende is, Tiel wacht totdat er een projectontwikkelaar komt. Die laat zijn oog vallen op meestal op oude panden. En die wil men dan slopen. En dan wil men projectontwikkelaarsarchitectuur daar neerzetten. Terwijl ik zeg, je moet het omdraaien. Stel als stad je eisen. En zoek daar dan bij een projectontwikkelaar. Die past bij jouw ideeën en plannen.
Hè? Niet andersom, niet die projectontwikkelaar. Het idee laten bedenken. Het idee laten bedenken en daar zijn, nou ja, zijn erg doorsnee-achtige architectuur neerzetten. Want het gaat uiteindelijk maar om één ding, dat zoveel mogelijk winst maakt. Is dat niet gewoon vooruitgang? Is dat vooruitgang? Als er een soort projectontwikkelaars eenheidsworst, moet ik zeggen, ontstaat in zo'n stad. Nee, dat vind ik geen vooruitgang. Je moet als stad zelf bepalen waar je heen wil. Je moet zelf je visie hebben op zo'n stad. En vanuit het verleden hoop ik dat die visie dan ontwikkeld wordt. Dat is ook goed voor de middenstand, want er zijn hele stapels rapporten inmiddels die hebben uitgewezen dat juist steden met een historische kern, dat die in het voordeel zijn boven, nou ja, steden die louter een allegaartje aan panden hebben en geen beleving verder hebben. Ja, goed, logisch. Maar volgens mij ben jij op alle fronten gewoon echt wel een gepassioneerd man, hè? Ja. Nou, op alle fronten, dat weet ik niet, hoor. Nou, de onderwerpen die we aansnijden. Die onderwerpen wel. Dat ligt jou wel. Ja. Toch, ik denk dat we toch eens voor moeten gaan stellen. Die tafel van Tiel, dat vind ik wel een heel mooi plan, eigenlijk. Ik denk dat dat best spannend kan zijn. En ja. Daar kan Regio TV kan daar ook een rol in spelen. Ja. Door eens een keer zo'n tafel op te zetten. En dan mensen uit te nodigen. En dan te praten over dingen die de mensen bezighouden. He, dat kan op het sociale vlak liggen, de transitie van de zorg naar de gemeente toe. Dat kan liggen op het vlak van de oude stad. Dat kan liggen op het vlak van, nou, vul het zelf maar in. Ja, nou, één persoon gaat in ieder geval deelnemen daaraan, aan die tafel. Dat ben jij natuurlijk. Als ik uitgenodigd word, wel ja. Uiteraard. Ja, dat weet je niet, we afwachten. Ja. Nou, we weten wel iets meer van jou. In ieder geval wel dat jij heel veel passies hebt. En heb je nog dromen, dingen die je zou willen? Dingen die je wil gaan doen? Dromen die ik heb? Ja, dromen. Ik heb nog een passie, dat is oude motorfietsen restaureren. Dat is ook zo'n passie van mij, vind ik leuk. En een droom heb ik natuurlijk dat men in Tiel zoveel oog krijgt voor het verleden, dat daar wat mee gedaan wordt. Want politiek, nu ik de politiek een paar jaar meemaak en bijwoon, heb ik de grootste bewondering voor die politici. En ik constateer dat ze eigenlijk op het vlak van monumentenzorg en dat soort zaken en het verleden, dat er eigenlijk nauwelijks over gepraat wordt. Dat is een non-issue. Dat vinden ze totaal niet interessant. Dat vind ik jammer. En mijn droom zou dan zijn dat dat toch eens een keer toch nog wat meer komt te liggen op die tafel van de politiek. Dat men zegt van, hé, dat is toch wel belangrijk voor onze stad. Dat we ook dat verleden, dat karakter, in die doorgaande lijn die ik schetste, dat we ook even terugkijken. Peter, mag ik jou bedanken voor dit gesprek? En we gaan er hierop terugkomen natuurlijk. Hè? Graag gedaan.